meisjes. Met meisjes. Dan mag je mijn broek wel niet weggeven.
als de inkt het ziet. Kiem aan en het toch toch oin oin. Dat is heel zo. Zijn dan het in het? Het is eigenlijk een plaatje. We zien het. Het is niet wat moeder weg. Of die auto of niet? Auto. En super. Ja, ik heb een Transformers. Ik heb nog een rondtopje aan. Wie met een naar? In de kleur. Ik hoef ook, dat wordt al dik. Nu, tegen de winter is dat nog zo dik. Als het echt winter wordt, goh, laten we eens zeggen, binnen een drietal maanden, oktober, november, december, gaat dat nog een beetje dikker zijn. Een mamavarken noemen we een zeug. En nu weten jullie wat een kleintje van een varken is. Denk ik hier aan de boerderij in Blopsaland. De boerderij van? Bich. Een Bich. En Betsy, Beg is een varkentje niet, jong van een varkentje. Beg en Betsy. Betsy is dat, maar Beg. Zeg, wat doen de varkens van geluid? Ha, die knorren. En jullie liedje van vanmorgen, IA, mij, tok tok, oin, oin. En over zijn oortjes, overzijdig. Niet omgekeerd, dat vinden ze niet leuk. Tegen de vacht in, niet leuk. Ja? Als je het gestreerd hebt, mag ik je naar binnen gaan. Hier links, dat is eigenlijk al maar jong, maar eigenlijk zijn ze al groot genoeg om alleen te leven. Ja. Maar Polly, of Dag Krulli, of ik weet niet hoe we het konijnen noemen, het heeft nog geen naam. Dag Octaaf, de Bolle, dag meneer de burgemeester, dag Gert, dag Samson, dag meneer Spaghetti, dag Gudrun. Nou ja, de rest heeft zijn etiket. Eventjes aan de kant, want ik moet nu dat konijntje terugsteken bij de moemoe. Ja, zijn popo woont ernaast. Zijn popo woont in hokje 2. Ik bedoel eigenlijk zijn papa. Want Mia is hier aan het kijken van, gaan ze nu geen goede middag gaan hun? En zeg nu een keer goeiemiddag in koeientaal. Heel goed. Dat is ons melkkoetje, ik heb dat gezegd. Gevlekt, zwart-wit en mager. Melkkoe is typisch mager. Ja? Wij gaan straks andere dieren zien. Ik ging er helemaal ver. Ga daar dan het verschil tonen. Heel goed, Arthur. Henneken. Arthur wist dat. Dat is juist. Henneken. Ponies henneken. Nee. Ponies henneken. Koeien loeien. Varkens knorren. Schapen blaren. Dat zijn de dieren die we tot nu toe hebben gezien. Ja, naar zonnekorrels ook. Ga ze eerst een keer laten doen. Maar je gaat het verschil merken hoor, als ik korrels breng in de weide, dan gaan ze van een en ander lopen. Maar jullie moeten blijven zitten. Diegenen die zo doen, gaat korrels brengen. Diegenen die dat niet willen doen, doe niet zo. Moet je blijven neerzetten, ze gaan niks doen. Je moet gewoon rustig blijven zitten. Ben je dat leuk? Ja. Nee, zeg. Ik kom niet. 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 Ik kom niet
Terwijl dat het geluid natuurlijk ook verschillend is. Doe dat allemaal een keer het geluid naar van een haan. Een haan. Ah, dan doe ik het geluid naar van een hen. Mama. Voilà. Ja. Wij noemen dat bij de papa, bij de haan. Kraaien, bij de mama kakelen. Dat is het geluid dat ze maken. Oh,